met de controle. En dat is de eerste kans voor Cambuur. En normaal in de handen van doelman Van Krooi. Hoekschop is weer van Breij. Daar is Van Krooi. Van Krooi die, net als vorige week, de voorkeur krijgt boven Jan de Boer. Oldriek is er onderdoor. Wel de kans nu voor Cambuur. Tol. Rustig. De Limburgers lijken het balbezit aan de ploeg uit Leeuwarden te geven. Daar is Oldriek, daar is de goal. Dat is 1-0 voor Cambuur Leeuwarden. De Let met zijn zesde van het seizoen. Uitstekende voorzet. En dan komt hij voor zijn tegenstander. En dan geeft hij het laatste tikje. Roberts Oudrikis. Snelle goal voor Cambuur Leeuwarden. Heerlijke start dus voor Cambuur. Zware wedstrijd woensdag. En dan de snelle voorsprong hier in de thuiswedstrijd tegen VVV. Smit en een goede bal van Tol. Daar is Van Kaam. En daar is de eigen goal. Jongen, wat een begin voor Cambuur Leeuwarden. De inzet van Van Kaam. Wordt daar jammerlijk in eigen doel gewerkt. En volgens mij Rick Ketting. Ja. Weer diepte bij Breij. Goed aangenomen. En helemaal vrij. En een goede redding van Van Krooi. Helemaal vrij daar verder de Jong. Oldriekis. En dat scheelt ook niks. Eerst verder de Jong. Daarna Oldriekis. Maar beide kopballen vallen niet binnen. Smans. Jansen. Simon Jansen. En een goede goal van Martijn Berde. Die komt helemaal vrij in die doelmond omdat Van Oost die bal niet goed keert. En dan is het 2-1. De wedstrijd is weer wat meer in evenwicht. Nadat het begin echt voor de thuisploeg was. Maar na de aansluitingstreffer van Berde doet ook VVV weer mee. Halverwege de eerste helft. Berde. Kossidis, de gelijkmaker. 29e minuut. VVV helemaal terug in de wedstrijd. De voorzet is van Martijn Berde. En de spits Kossidis legt hem achter Van Os. Van der Meer heeft tot nu toe alles gewonnen van Vrijen. Kossidis van heel ver. Kossidis. Geen problemen voor Yannick Van Os. Tol. Weer met die opening. Nu is die goed. Van Kaam. En Van Mullum. Met de poging uit de lucht. Jansen. Geeft daaraan dat Verheijen zich moet melden. Jansen en Kossidis. Loopactie is van Levi Smans. Naar binnen nu. Smans moet schieten. Binnenkant van de linkervoet. Onvoldoende richting. Ottersen. Hoekschop weer voor de thuisploeg. Van Kaam. Probeert hij het? Durft hij het? Van Kaam. Helemaal niet slecht. Smans. Moet Jansen wel heel hard achteraan. Maar hij redt het. Nu de voorzet. Goede bal. Over Pol heen. Ook langs Berde.
Maar Berger die wel het balbezit houdt. Moreno Rutte terug naar Martijn Berger. Berger met de voorzet. Kossidis. En dan duikt die Griek toch weer in één keer op bij die tweede paal. Tol. Richting Anello. Daar is Balk. Maar Balk heeft geen controle. Balk heeft ook niet voldoende ruimte voor het afdrukken van de bal. Redding is van Van Krooi. Maar in één keer, als die diepe bal komt, wordt Cambuur meteen levensgevaarlijk. Anello. Van Kaam en Wormgoor. Koppel is van Ketting. Voor de goal, Balk. Ottersen met Verder de Jong. Ottersen. Even het momentje voor hem. Anello met de hoekschop. Weggekopt. En weer de voorzet. En daar is de goal. Daar is het VVV. Dat de achterstand moet accepteren, want Remco Balk kopt hem daar binnen. Maar die is met de hand gespeeld. Tjonge, jonge, jonge. Nachtegaal heeft het gezien. De voorzet is van Anello. Het is aardig gecamoufleerd en het is knap dat de scheidsrechter het ziet. Maar het is wel degelijk hens van Remco Balk. Die valt voor niemand. En wie krijgt die bal weg? Is het Jansen die hem opruimt? Nee, nog steeds niet. En dan hier de goal. Ja, dan valt hij toch. Dan is het de goal van Oldrikis. Een scrimmage. VVV krijgt de bal niet weg. En dan heb je een man boven de 1,90 meter. En dan weet Henk de Jong, als je hem daar op zijn hoofd geeft, dan doet hij er wel wat mee. De Lens International. Met zijn tweede van de dag. En belangrijker nog, de 3-2 voor Cambuur-Leeuwarden. Ketting mee naar voren. Weggekopt door Wormgoor. Ketting nog een keer. Daar is de voorzet, die moet komen van Ketting. Die komt er, daar is Van Os. Nou maak hem maar, ja ze doen het toch ook. Robberechts is het, daar is de gelijkmaker voor VVV. Hoe is het mogelijk? In de extra tijd, één keer een aanval weer van VVV. Is Ketting degene die niet verdedigd kan worden door de defensie van Cambuur-Leeuwarden. En dan is het Robberechts die hem maakt. Laatste secondes met Simon Jansen. Doesburg niet. Roel Jansen. En nu. Oh, Van Os goed gepakt. En zo hebben we een alleraardigste wedstrijd gezien tussen Sportclub Cambuur en VVV Venlo. Met een eindstand van 3-3.